Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video geef ik je 3 tips om ervoor te zorgen dat de man jou durft te zoenen. Ja, soms krijg ik nog wel eens de volgende vraag. Matthijs, ik snap het niet. Ik had een hele leuke man ontmoet, we zijn op date gegaan, alles klikte, ik voelde dat het goed zat tussen ons, we konden lachen, we hadden een leuke tijd samen, maar toch probeert hij me maar niet te zoenen. Waar ligt dat toch aan? Het zit toch goed tussen ons? Waarom doet hij dat nou niet? Hoeveel hints je ook geeft, hij komt maar niet in de buurt van je lippen. Terwijl jij denkt van, hè, maar mannen nemen toch initiatief? Waarom zou hij me dan niet zoenen als hij me wel leuk vindt? Je begint haast aan jezelf te twijfelen. Misschien begint jouw hoofd wel overspoeld te raken door nare, negatieve, irrationele gedachten zoals dit. Vindt hij me eigenlijk dan wel echt leuk? Zou hij me misschien lelijk vinden? Heb ik misschien een koortslip? Wow, rustig maar. Gelukkig is dat allemaal niet aan de orde. De echte reden dat een man jou niet zoent, op het moment dat hij wel interesse toont, initiatief toont, jou op date vraagt, soms zelfs voor meerdere malen, en jullie een gezellige tijd hebben tijdens die date, heeft er niet per se mee te maken dat hij je niet leuk vindt. Vaak komt het door zijn eigen ego en een bepaalde angst die hem tegenhoudt. Kijk, sommige vrouwen die denken dat het ego van een man er ongeveer zo uitziet. Ja, groot, sterk en niet zo makkelijk om ver te slaan. De realiteit is het voor veel mannen wat anders. Voor veel mannen leverden wel degelijk allerlei onzekerheden en strukkelen ook zij met eigen waarden en met hun ego. Waardoor dat ego-gebouw er eerder zo uitziet. Ja, een stuk fragieler dan je misschien zou verwachten. Waardoor het heel logisch is dat een man bang is voor afwijzing op het moment dat hij jou wil gaan zoenen. Daar is hij mee bezig in zijn hoofd. Dus soms denkt hij misschien wel van, volgens mij zit het goed, maar is die angst voor afwijzing groter dan daadwerkelijk de wil om jou te zoenen op dat moment? Of misschien wil hij het wel ontzettend graag, maar is hij gewoon ontzettend bang. En daarom denkt de man dan het volgende bij zichzelf. Ik ben er niet helemaal zeker van of ze me wel terug gaat zoenen. Want als ze nou opeens haar hoofd terugtrekt, sta ik mooi voor haar op. Ik kan me beter niet proberen om te zoenen. Dus zoals je begrijpt, is het voor sommige mannen nogal eng om jou te zoenen, omdat ze bang zijn voor die afwijzing. Nu is het niet alleen aan die man om een momentje te creëren, want je kan hem wel degelijk helpen. Jij als vrouw bent mede verantwoordelijk voor de spanning die op dat moment in het gesprek zit. En er zijn wel degelijk manieren om hem groen licht te geven en hem signalen te geven dat het oké is om je te zoenen. Zodat jullie dat romantische moment ook daadwerkelijk tot stand kunnen laten komen. Wie weet is het wel gewoon een hele leuke man en ben je oprecht geïnteresseerd in hem. Alleen heeft hij een beetje angst waardoor hij het niet durft. Ontzettend zonde is, want jij wil misschien wel gewoon met hem zoenen. Nou, als dat zo is, dan ga ik je in deze video 3 tips geven waarmee jij de juiste signalen afgeeft, zodat een man ook daadwerkelijk actie durft te ondernemen. En die eerste tip, is, hij is geen museumobject. Als je naar een museum gaat, dan hangen er vaak van die bordjes van niets aanraken, of je mag dit niet aanraken. Prima voor een museum, maar weet dat een man met wie jij op date bent en waar jij interesse in hebt, geen museumobject is. Die wil je juist aanraken. Want op het moment dat we mensen aanraken, laten we zien dat we ze mogen. Het is een teken van affectie, dat we op hun gemak zijn bij hen. En op het moment dat jij een man op een regelmatige basis gaat aanraken, en dat in combinatie doet met andere signalen van groen licht, dan zal die dit bij zichzelf gaan denken. Dus de kust is veilig, ze raakt me aan. Volgens mij wil ze gezoend worden door mij. Bij aanrakingen hoef je niet gelijk te denken dat je hand in hand gaat lopen. Dat is misschien een te grote stap als je daarvoor nog amper fysiek contact hebt gehad. Maar je kan wel vanaf het moment 1 al de toon zetten door bij de begroeting bijvoorbeeld een dikke knuffel te geven. En als je met hem in gesprek bent, hij plaagt je een beetje om hem dan een duwtje te geven op zijn schouder. Misschien je hand heel eventjes lichtjes op zijn been te leggen op het moment dat je iets tegen hem zegt of iets grappigs zegt. Misschien ga je wel
een klein beetje met je been tegen zijn been aan zitten. Als jullie naast elkaar zitten tijdens een drankje doen. Dat zijn laagdrempelige manieren om fysiek contact tussen jullie tot stand te laten komen. Zodat die man die groene signalen krijgt. Een tweede tip is, verklein de afstand tussen jullie. Op het moment dat jij aan de ene kant van de kamer zit en hij aan de andere kant van de kamer, dan wordt het vrij lastig om te zoenen. Nu, veel mensen snappen dat je in een gesprek moet staan om überhaupt met elkaar te zoenen. Maar zelfs daar kan de afstand veel te groot zijn. Als jij heel ver bij hem weg staat en vooral daarachter leunt, dan is het een onbewust teken dat je een beetje afstand wil bewaren. Nou, niet alle mannen pakken dat signaal op als je het expres doet, maar daar weet je waarschijnlijk ook alles van. Maar als je dit onbewust doet, dan kan een man dat als een signaal zien dat je geen interesse hebt. Maar op het moment dat jij de afstand verkleint, en stel hij komt een beetje dichterbij, en jij deinst niet achteruit, of je zet geen pas achteruit, maar je leunt misschien zelfs een beetje in en je blijft daar, dan voel je vaak een bepaalde spanning ontstaan. En op het moment dat die spanning ontstaat, gaat een soort lampje branden bij een man van, ah, misschien is dit wel een moment om haar te zoenen. Volgens mij is dit met mijn mannenintuïtie, wat een soort roestbak is, een moment dat ik actie moet ondernemen. En zal je zien dat het voor hem eindelijk duidelijk is dat je met hem wil zoenen. Mocht het trouwens zo zijn dat je signalen wil weten dat een man met jou wil zoenen, klik dan eventjes hier. Ik heb namelijk een artikel geschreven waarin ik je 19 signalen geef waarin jij kan aflezen of een man met jou wil zoenen. Klik dus op die link. Voor nu gaan we door naar tip 3. En tip 3 is flirt met hem. Tip 1 en tip 2 zijn vooral fysieke dingen die je kan doen. Maar natuurlijk kan je hem ook op een verbale manier een groen signaal geven dat je met hem wil zoenen en dat het oké is om zijn move te maken. Er zijn verschillende manieren hoe je met een man kan flirten. Bijvoorbeeld, stel je hebt lippenstift op tijdens jullie date. En die man die maakt daar een opmerking over. Hij zegt van, oh, die rode lippenstift die staat je echt ontzettend goed. Dan kan jij bijvoorbeeld zo reageren. Oh, dank je. Maar wees niet bang hoor, hij geeft niet af. Nu plant je het zaadje in zijn hoofd dat jij ook aan zoenen denkt. Waardoor die man in zijn mannenbrein tot de volgende conclusie komt. Shit, volgens mij is dit het moment om haar te zoenen. En voilà, een zoen die zal volgen. Mocht het nou zo zijn dat jij meer tips wil over mannen, daten, relaties, wil weten hoe je van daten naar een serieuze, liefdevolle en toegewijde relatie gaat met een man, abonneer dan op dit kanaal, omdat ik elke week nieuwe video's maak waarin ik je alles uitleg over dat gekke mannenbrein. Bijvoorbeeld ook video's waarin ik je vertel hoe je precies met hem kan flirten, zoals deze video. Als je meer tips over flirten wil, ga naar die video. Maar dat is nog niet alles, want ik heb nog iets heel speciaals. Sommige dingen vertel ik niet in mijn video's, omdat ik dat wil bewaren voor de mensen die serieus zijn in het leren van nieuwe vaardigheden. En dat zijn de mensen die de moeite nemen om een gratis rapport te downloaden, wat ik geschreven heb en waarin ik je vertel over de 3 schakels van het mannenbrein. Het rapport is gratis en voor niets, omdat ik wil dat jij het liefdesleven van je dromen kan creëren. Maar daar moet je wel een heel klein beetje moeite voor doen. Want alleen de mensen die er een beetje moeite voor doen, zijn ook de mensen waar ik van weet dat ze het graag genoeg willen, dat ze er ook iets mee gaan doen. Voor die mensen heb ik dus een rapport waarin ik je vertel hoe je een man blijvend verliefd op je kan maken. Dankzij de 3 schakels in zijn mannenbrein. Als je dat rapport wil, dan ga ik je dat niet zomaar toesturen. Je zal eerst je e-mail moeten invullen en hier op deze link moeten klikken. Als je dat doet, dan stuur ik dat rapport geheel gratis naar je toe. Klik op die link, download het rapport en dan zie ik je daar.